Welkom bij Iedereen kan haken. Um, maar we gaan vandaag breien. En omdat ik uh, Continentaal uh, breien heb geleerd, wilde ik het ook even aan jullie uitleggen. Uh, maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar de videofilms van Iedereen kan haken. En natuurlijk, nu gaan we dus uh, breien. En uh, ik wens jullie veel kijkplezier. En ik ga het jullie zo. Uh, goed mogelijk proberen uit te leggen, want dit is dus de linkse uh, afrechtse kant om te breien. En ik heb dus mijn draad wederom gewoon eigenlijk pak hem gewoon zo vast en ik zorg dat hij bij mijn uh, wijsvinger om mijn wijsvinger ligt, dus eigenlijk boven mijn wijsvinger. Zo moet ik het zeggen: ik pak hem vast en boven mijn wijsvinger. En de draad ligt bij averigs altijd voor je werk, en je zorgt dat je insteekt, en je draad ga je omhalen en af laten gaan. Je draad voor je uh, naald, je steekt in, je doet dus eigenlijk die draad voor je haak of breinaald. En je duwt hem van je naald af met je vinger. Insteken. Draad onder de lus houden. En je doet met je rechternaald. Uh, ga je naar achteren. Het is even een oefeningetje hoor. Dus het draad aan de voorkant van je werk. Ik heb ook een andere kleur zodat je het beter kan zien. Je steekt in je haalt je vinger eigenlijk weer terug en de nog een keer hoor insteken draad onder je breinaald en je breinaald doe je eigenlijk naar achteren dus dat je weer achter uh, je breinaald zit nou draad aan de voorkant houden insteken draad voor je breinaald leggen en je breinaald trek je draad door naar achter zodat je dus inderdaad hier die gekruiste punt hebt en dan kan je al met je rechtervinger de draad af laten gaan dus je duwt eigenlijk die linker breinaald weer terug en je trekt tegelijkertijd met je rechter breinaald en dan zorg je weer dat de draad weer aan de voorkant ligt je steekt in de draad erom, je breinaald naar achter duwen en af laten gaan. Steekt in met je rechter of met je linker vinger je draad om je breinaald duwen en de rechter breinaald die duw je naar achteren en zo met je vinger haal je hem weer af je steekt in, draad om, breinend naar achter en af laten gaan, insteken, draad om. En hoe meer dat je dit doet, hoe beter dat het gaat. En in het begin gaat het niet om de snelheid, maar om om, het, om de techniek. En als je de techniek zo te pakken hebt, zie je dan, uh, ja, dan pas kan je aan de snelheid gaan werken. Maar doen we het gewoon lekker rustig aan. Insteken, draad erom en af laten gaan. Insteken, draad erom en af laten gaan. Insteken, draad erom. Af laten gaan. Insteken. Draad rond. En af laten gaan. En je doet je steken weer even goed op de naald. Ik heb kleine naaltjes, sokkenbreinaaltjes. Dus je pakt je draad, je vinger hou je eigenlijk weer zoals je ook met recht doet die is in een aparte film uitgelegd in een aparte video dus je draad aan de voorkant ja, je hebt al ingestoken dus insteken draad naar voren je breinaald naar achter laten en af laten gaan insteken draad ervoor je breinaald pakt hem op en af laten gaan, insteken draad naar voren en af laten gaan, insteken draad naar voren en af laten gaan, insteken draad ervoor en je brein naar achter en eraf laten gaan, insteken draad ervoor, brein En ja, soms dan moet je gewoon wel je steken even goed. Trekken. Zo, en dit was de uitleg van het averechts continentaal breien. Ik zou zeggen, veel breiplezier en kijkplezier en veel oefenen. zodat je echt ook averechts uh, continentaal kan breien. Ik zou zeggen abonneer hier onder de video. Uh, ja. Uh, Abonneren, <laughs> kost niks. En um, liken. En heb je vragen, stel die onder de video. En dan beantwoord ik deze zo vlug mogelijk. En tot de volgende video. Tot ziens. Bedankt voor het kijken.